At last, after 10 days of hard working, we have reached a new starting point. The opening of the Mondial. So, I can say the show can begin. Dames en heren, namens het Algemeen Bondsbestuur en het organisatiecomité heet ik u heel hartelijk welkom bij de openingsbijeenkomst voor de 63ste Mondial in 2015. Een speciaal welkom voor de leden van de internationale organisatie COM en OMG. 3 jaar geleden hebben wij het besluit genomen dat wij na de ontgoocheling van 2006, iedereen kan zich dat waarschijnlijk nog herinneren, 2006, uitbraak van vogelgriep, vloer in Holland, hebben we toch gemeend opnieuw die wereldshow te moeten organiseren. Zo hadden we een commissie logistiek. En logistiek, dat was eigenlijk de grootste klus in bij het organiseren van deze wedstrijd. En gelukkig hebben we daar een paar zeer enthousiaste mensen voor gewonnen. En tot mijn spijt moet ik u meedelen dat we 2 mensen door griep, en niet een klein beetje griep, maar een echte ernstige griep, thuis hebben moeten blijven. Dan moet je op zoek naar allerlei materiaal. KBOF, ik ga ze toch even noemen, bood spontaan aan het door hun gemaakte computerprogramma te mogen gebruiken. En dat was het niet alleen. Ook de ondersteuning van de toen nog voorzitter van de KBOF, de heer Jack Aas, werd daarbij aangeboden. En daar waren we erg gelukkig mee, want dat heeft ons bij heel veel lastige werkzaamheden geholpen. Het zoeken naar sponsoren verliep ook goed. Vele bedrijven waren bereid om een stand te huren of een financiële bijdrage te verstrekken. Ik wil dan ook al deze bedrijven heel hartelijk danken voor hun financiële ondersteuning. Witte Molen was bereid om alle zaden te leveren. Dus onze vogels, uw vogels, worden verzorgd met zaden van Witte Molen. En toen wij van de week even in gesprek waren, André en ondergetekende, toen kwamen we ook tot de conclusie dat er inmiddels al 7 ton zaad hier staat. Vele medewerkers, en we hebben er vele gehad in deze week, wil ik heel hartelijk danken voor hun inzet. Zij hebben eigenlijk het zware werk gedaan en slepen met allerlei materialen. Het vouwen van al die kartonnen kooien. En ik kan u vertellen dat we dat toch een klein beetje onderschat hadden. We hadden gedacht dat we daar in 2 dagen klaar zouden hebben, maar we hebben daar echt 3 volle dagen voor nodig gehad om die kooien te plooien. Het was voor ons een heel spannende tijd. De inzenders hebben heel lang gewacht met het inzenden van vogels. Want wat gebeurde er in 2014? Net als in 2006, vogelgriep, vloer. We hebben daartoe onze organisatie steeds moeten opschuiven. Van 8 december naar 16 december, van 16 december naar 26 december en van 26 december naar 31 december. En dat heeft ons wel eigenlijk in een spagaat gebracht, dat een heleboel dingen in een hele korte periode geregeld moesten zijn. Ja, waarom? Vervoersverbod voor vogels in Nederland. Vervoersverbod, en niet alleen dat, maar ook het bijeenbrengen van vogels van verschillende liefhebbers was niet mogelijk. Gelukkig kwam er half december groen licht. Wij waren de gast bij Foy in Italië en daar kregen wij te horen dat alles kon doorgaan. Dus wij waren erg blij met dat telefoon. De prijswinnaars. En we hebben vele prijswinnaars. Willen we van harte feliciteren met de behaalde resultaten. Volgend jaar zijn wij de gasten in Portugal. Portugal, beveel ik van harte bij u aan. Ik wil afsluiten door u allen, maar ook al onze medewerkers, nogmaals hartelijk te danken voor hun inzet. U wens ik straks een
prettige rondgaan langs de vogels. De kwaliteit is goed, dus u kunt hier een aantal dagen genieten. Ik wens u nogmaals fijne rondgaan en veel plezier in dit prachtige accommodatie Outlook Home Rosmalen. Ik dank u voor uw aandacht.